Het gebeurde in september 1499. Navegando, divisamos una isla en el mar que distaba de tierra 15 leguas. Y acordamos ir a ver si estaba poblada. De Spaanse kapitein Alonso de Ojeda vaart langs de kust van het werelddeel dat later vernoemd zal worden naar zijn navigator, Amerigo Vespucci. Zij zijn de eerste Europeanen die voet aan wal zetten op de Benedenwindse eilanden en voor het eerst contact maken met de bevolking daar. Encontramos en ella la gente más bestial y la más fea que vimos jamás. Todos tenían los carrillos llenos por dentro de una hierba verde que la rumiaban continuamente como bestias que apenas podían hablar. Cuando esta gente nos vio, vinieron hacia nosotros tan familiarmente como si hubiésemos tenido amistad con ellos. Y visto que no teníamos provecho alguno, partimos y llegamos a otra isla. Y encontramos que en esta habitaba gente muy grande, porque vimos huellas de gente en la arena muy grandes. Nos encontramos en un camino que iba tierra adentro. Y cuando habíamos andado cerca de una legua, vimos un valle y encontramos solo 5 mujeres, de estatura tan alta que las mirábamos con asombro. Llamo a esta isla la isla de los gigantes, a causa de su gran talla. Todos tuvimos el propósito de tomar a las 3 jóvenes por la fuerza y como cosa maravillosa traerlas a Castilla. Y estando en estos razonamientos, comenzaron a entrar unos 36 hombres, mucho más grandes que las mujeres. Traían arcos grandísimos y flechas. Viéndonos en tal peligro, acordamos irnos por el camino de las naves. Y ellos nos seguían hasta que llegamos a la playa donde estaban los bateles esperando. Als de Indianen vanaf de wal met pijlen schieten, gebruiken de Spanjaarden het zwaarste argument dat zij uit Europa hebben meegebracht. Uiteraard is vanaf het eerste begin duidelijk welke van de twee partijen de sterkste is. Natuurlijk hadden de Spanjaarden vergeleken met de Indianen een enorme technische voorsprong. Ze konden niet alleen schieten, ze konden ook navigeren, lezen, schrijven, zeeschepen bouwen en kaart lezen. Ze wisten waar ze waren en ze konden ook weer terug naar huis. Deze Spanjaarden begrepen van de Indianen niets. Ze hebben ze ook geheel verkeerd afgebeeld. Indianen op tekeningen uit die tijd lijken in niets op de mensen die hier toen geleefd hebben. Men heeft zich zelfs afgevraagd of het wel mensen waren. Volgens de Rooms-Katholieke theologie was men geneigd Indianen te beschouwen als wat Thomas van Aquino noemde natuurlijke slaven. Dat wil zeggen als wezens die door onvoldoende beheersing van hun hartstochten niet het morele recht hadden zichzelf te besturen. Een categorie overigens waartoe destijds ook vrouwen en kinderen werden gerekend. Onvoldoende beheersing van hartstochten meende men wel waar te nemen. Men ontdekte bijvoorbeeld kannibalisme. Op de meest gruwelijke wijze werd het voor het thuisfront afgebeeld. De vraag blijft in hoeverre de tekenaars het ook allemaal echt gezien hebben of in hoeverre er op de tekeningen luguber is bijgefantaseerd. Nosotros en principio no creemos que existió aquí en América un canibalismo económico, es decir, un canibalismo para alimentarse. Nosotros pensamos que hubo un canibalismo ritual. Dat Indiaanse ritueel om van verslagen vijanden lichaamsdelen te eten en zoiets van hun kracht over te nemen, werd velen van hen noodlottig. Er bestond namelijk een koninklijk besluit dat alleen Indianen die kannibalisme bedreven tot slaaf mochten worden gemaakt. En dat gebeurde dus. Men zocht hier goud, zilver, hout en suiker. Voor al die producten was arbeidskracht nodig. En de beschuldiging van kannibalisme diende de Spanjaarden tot voorwendsel om de Indiaan tot slaaf te maken. Eén groep werd hiervan speciaal de dupe, de Cariben. Zij toonden zich, in tegenstelling tot de Arawakken, tegenover de Spanjaarden zeer vechtlustig. Ze hebben de indringers gedood en gemarteld. Tegen die achtergrond krijgen de prentjes over kannibalisme een heel andere betekenis. Ze dienen voor propaganda. De afbeelding van Indianen als bloeddorstige wilden was een excuus voor het instellen van dwangarbeid.
En dat was dan nog een soort arbeid waar de Indianen totaal niets van begrepen. El indio es una persona en perfecto equilibrio con el mundo que lo rodea. Pero cuando usted viene y le rompe su equilibrio de vida, entonces se produce verdaderamente un problema. Entonces, el español pretendía de que el indio se dedicara a la explotación de la naturaleza, a la explotación de no cultivar, por ejemplo, la caña para hacer azúcar, para consumirlo ellos, sino para exportar a España. Dit misverstand werd fataal. De Indianen, niet bereid zich te schikken in het Europese productiesysteem, werden daartoe gedwongen. De Spaanse priester Bartolomé de las Casas heeft later beschreven wat de gevolgen zijn geweest. Ik denk dat de bezetters nog beestachtiger en razender optraden dan de bloeddorstigste tijgers. Zij moorden en wurgden. In veel provincies kwamen de inwoners de bezoekers tegemoet met zang, dans en gouden geschenken. De dank van de christenen bestond daarin dat ze hen over de kling joegen. Soms werd de menigte volk opgesloten en daarna kwam het bevel de mensen in stukken te hakken. Over de Spanjaarden zegt de las Casas: hun ontelbare misdaden en goddeloosheden zijn zo afschuwelijk dat ik ze niet in al hun slechtheid zou kunnen afschilderen. Op de Benedenwindse eilanden zijn veel minder gruwelen bedreven dan op het vasteland. Dat kwam ten eerste doordat de Spanjaarden hier niets van hun gading vonden. Er was geen goud en er groeide niets bruikbaars. De Spanjaarden noemden het nutteloze eilanden. En bovendien was de bevolking klein. De Indianen die er woonden zijn gewoon als arbeiders weggevoerd naar Hispaniola, het Spaanse hoofdkwartier, 1000 kilometer naar het noorden. En pas 6 jaar later mogen er weer Indianen terug. En de man die daarvoor zorgt vertegenwoordigt een totaal ander aspect van het Spaanse bewind. Juan de Ampies werkt nauw samen met de clerus. Al sinds Columbus waren overeenkomstig instructies van het hof en de kerk priesters op de vloot meegevaren om de bewoners van de nieuwe wereld te bekeren. De katholieke kerk houdt tot vandaag vol dat de discussie over de al dan niet menselijkheid van de Indianen eigenlijk nooit relevant is geweest. Porque la convicción profunda que hubo desde el comienzo de parte de la iglesia y en general de parte de que vinieron aquí es de que se encontraban frente a gente, a personas humanas de características distintas, pero sobre un común denominador de racionalidad, de inteligencia, de libertad y de responsabilidad. Het was de leidsman van de Indianen in dit gebied, de grote Manaure, die zich in 1521 in ditzelfde Coro liet bekeren en een soort herenakkoord sloot met Juan de Ampies. Zo werd Coro het centrum van een tamelijk vreedzaam samenleven van Spanjaarden en Indianen, ook op de Benedenwindse eilanden. We zijn nu in de 16e eeuw. Aruba is zeer dun bevolkt geweest. De Spanjaarden zouden er geiten en paarden en ezels invoeren. Het wordt een soort rancho van de Kraalzee, met Indianen als cowboys en Spanjaarden als opzichters. Curaçao wordt dichter bevolkt. De Spanjaarden bouwen er huizen en een kerk. Ze bedrijven moeizaam wat landbouw. Het aantal Indianen zal oplopen tot zo'n 400 personen. Bonaire, woonplaats van enkele Indiaanse families, wat militairen en verbannen Spaanse misdadigers. Bijna 100 jaar zijn de Indianen hier bang geweest voor de Europeanen. Niet zozeer voor de Spanjaarden, want die kenden ze nu wel, maar wel voor het schoren van de wereldzeeën dat zich piraat noemde. Speciaal in de tempo di pirateria, tempo que ingles dan y frances dan tabataron dan aquí, nos hizo dan y medicinos hizo también, dan tartagusta, biba, ribon lugar, halt un ser manier aquí me está me, de basta halt aquí, dan timbista, ribalamang, completamente rondo, anto ansin dan por dialen, dan por mira, cutin barco dan den cercanía, y cutin peligro también para nada. Blanke vreemdelingen die vlees roosterden op de Indiaanse manier met de boucan en daarom boucaniers heten, zij maken de Caribische Zee tot een bron van dreiging met dood of slavernij.
Voor het verlekkerde thuisfront zijn hun daden beschreven in romantische heldenverhalen. Maar de bewoners van de eilanden komen daar amper in voor. Ook bovenwindse eilanden als Sint Eustatius, het ontoegankelijke Saba of het stille Sint Maarten, ze worden niet genoemd. En de Indianen hier wisten niets van de landen waar al die zeerovers vandaan kwamen. Ze komen uit een continent van christelijke geweldpleging. Maarten Luther heeft de hervorming ontketend die met brandstapels, wurgpalen en martelingen wordt bestreden door de Spaanse koningen Karel V en later zijn zoon Philips II. De taaiste rebellie ontstaat in een mistige uithoek van het Spaanse Rijk. De Nederlanden, die 80 jaar tegen Spaans bestuur en belastingen en tegen geloofsdwang zullen vechten, onder leiding van de prinsen van Oranje. En in dat opstandige gewest voltrekt zich dan het mirakel dat nooit meer zal worden geëvenaard. De Nederlanders worden schatrijk. Met Amsterdam als verzamelpunt van gevluchte bankiers, ondernemende kooplieden en een leger Europese armoedzaaiers die werk zoeken op de schepen die op de Oostzeehandel varen. Op de Levant, op Oost-Indië en op een zeker moment ook op wat men West-Indië noemt. De Vlaming Gerard Usselings richt in 1621 de West-Indische Compagnie op, die in westelijke richting de Nederlandse toverformule zal gaan toepassen. Agressieve handel. Hier ligt een groot gebied dat aan Spanje toebehoort. En alles wat afbreuk doet aan de Spaanse macht is welkom. Maar de strijd is altijd gecombineerd met handel. Overal komen Nederlandse handelsposten. Dit is de periode van de kaapvaart. De kaperkapiteins hebben een gezegelde brief bij zich van de prins van Oranje. Een zogenaamde kaperbrief waarmee het beroven van Spaanse schepen de wettelijke status krijgt van oorlogshandeling. Een van de beroemdste, de verovering van een zilvervloot door vice-admiraal Pieter Hein. Buit 12 miljoen gulden. Een heel typerende prikkel om deze kant op te varen is ook weer commercieel. Zout. Nederland heeft een gigantische haringhandel en daarbij is zout een levensvoorwaarde. De Hollanders halen het eerst op Bonaire en komen dan terecht op Sint Maarten. En hier, op het eiland met de golvende heuvels, vindt dan in 1631 de eerste echte bezetting plaats. Een klein Spaans garnizoen wordt snel verslagen en de Hollanders exploiteren de prachtige natuurlijke zoutpan door, hoe kan het ook anders, dijkjes aan te leggen. Vanuit dit Sint Maarten worden duizenden tonnen zout naar Amsterdam verscheept. En zoals te verwachten, 2 jaar later nemen de Spanjaarden wraak. De Nederlanders worden verdreven van Sint Maarten en kijken uit naar een andere basis. Dat wordt dan het eiland Curaçao. Daar was wel niet zoveel zout, maar het lag mooi centraal, dicht bij de rijke Spaanse koloniën. En men wist dat het een werkelijk magnifieke binnenbaai bezat. Zonder getijden en zonder golfslag, prachtig beschut achter een nauwe ingang, moest dit een juweel van een oorlogshaven zijn. Een kleine vloot met 225 soldaten valt hier binnen, 18 juli 1634. Hard vechten hoeft niet. Op het eiland wonen maar 12 Spanjaarden met vrouwen en kinderen en een stuk of 80 Indianen die zich uiteraard afzijdig houden. Alle bewoners, ook de meeste Indianen, worden gedeporteerd naar het vasteland. De West-Indische Compagnie heeft nu een Antilliaanse basis voor de beproefde combinatie oorlog en handel. Binnen 6 jaar worden zo nog 4 eilanden bezet en Sint Maarten wordt Nederlands in 1648, bij de vrede met Spanje. Omdat er dan wat Fransen wonen, wordt het eiland half Frans en half Nederlands. En dat zal tot vandaag zo blijven. Maar wat moet je met een combinatie oorlog en handel als er geen oorlog meer is? De compagnie neemt het historische besluit alleen met handel verder te gaan en dus de 6 eilanden te houden.